Als ze ons dood hadden geschoten, daar had er nooit iemand naar gevraagd. De Taliban die had zich daar helemaal gevormd in die noordelijke provincie. En heeft u ze gezien? Ja, of ik ze gezien heb. Meer dan mijn lief is. Ik heb de nachtmerries van gehad. Ja. Ja, ik vind mezelf een heel raar exemplaar. We zijn op bezoek in het gezellige huisje van... Truus Dubé. En u bent bijna 100. Ja, het duurt niet lang, hè? Een paar weken. Ja. Bijna 100 dus. En daar is ze zelf best wel van onder de indruk. Och. Ja, nou, verbaasd. Want ik was altijd een heel zwak kind. Ik was heel zwak. Had altijd zwakke spieren. En dan deed ik zo graag aan gymnastiek. Ik wilde zo graag alles. En dan kon ik niet. En dan ging ik aan de ringen en dan viel ik eraf. En dan had ik de kracht niet om me omhoog te houden. Zo die dingen. Terwijl je zo graag wilt. Ja, ja, ik vind mezelf een heel raar exemplaar. Truus werd in 1924 geboren in Enschede. De plek waar ze in 1956 trouwde met de Amerikaan Raymond Dumais. En dat bleek de start van een leven vol avontuur. Dat kwam omdat Raymond voor zijn werk de hele wereld over werd gestuurd om in fabrieken uitleg te geven over textielmachines. En Truus, die mocht mee. En u bent ook in Irak geweest. U bent met de auto vanaf Enschede naar Irak gereden. Ah, toen wij gingen trouwen, ja. Wij zouden de huwelijksreis maken naar Italië. Maar Raymond werd door zijn werk naar Iran gestuurd. Ook romantisch natuurlijk. Maar toch wel wat cultuurverschillen zou je kunnen zeggen. Nou ja, zegt hij, dan moeten we ons aanpassen. Hij zegt, ja, maar als we gaan, dan gaan we met de auto. Maar je had toen geen telefoon. Je had in die tijd had je geen Google Maps. Nee, je doet alles. Als je in een hotel was, dan kon je per telefoon alles doen, maar we konden ook, dat heb je niet meer tegenwoordig, een telegram even sturen. Dat ze een beetje volgen konden dan, als ze ons dood hadden geschoten, daar had er nooit iemand naar gevraagd. Dat wist niemand, is niemand bij ons. Het was op zijn zachtst gezegd een gevaarlijke rit. Ja, dat was toen Afghanistan al. Afghanistan. Maar de oorspronkelijke bevolking, dat waren de Taliban. Die zaten helemaal hoog in de bergen. Tussen, als je ziet, Pakistan en daarboven, daar heb je die hoge bergen, heel diep. De Taliban die had zich daar helemaal gevormd in die noordelijke provincie. En heeft u ze gezien? Ja, of ik ze gezien heb. Meer dan mijn lief is. Ik heb de nachtmerries wel gehad. Ja? De Taliban dus. Truus kan de gevaarlijke ontmoeting nog in geuren en kleuren navertellen. En die hadden baarden tot over de knie. Die heb ik nog nooit gezien, pikzwart. En dan die witte gebaarden en dan die witte tulban. Nou, en toen gingen wij daar weg. Die weg ging zo. En dan moet je denken dat die bergen zo steil omhoog. En dit was die weg. En wij gaan zo. En dan is daar een bocht. En dan kun je daar om die bocht kijken. En dan zie je daar weer, kijk, en er was maar een weg, daar kon maar één auto. Wij konden daar niet draaien, maar dan waren we hier helemaal de grond in gezakt. Enfin, wij gaan daar en we komen daar om die hoek en wij zien de volgende hoek. En wat is daar? Een boom. Het was een kerstboom, maar dan een reuze grote kerstboom. Waar een mens nog niet groter dan een vloerleka, zou ik zeggen, zo groot. En omdraaien, dat kon niet meer. Ze moesten door. Bovenin daar zat zo'n vent, hè, met een geweer, eigen gemaakt, zoiets ook nog. Zo. En nou ja, we konden haast niet meer, ik kon haast niet meer ademhalen. En toen ging die heel langzaam rijden. En toen zegt hij, het raam was open, het was 40 graden, het was snikheet. En ik dan ook nog met blote mouwen. Toen zegt hij, en dan lach ze maar toe en wuif maar. En dat deed ik. Ik kon niks anders doen. Ik ging aan het zwaaien en mijn mooiste glimlach. En toen keek die ogen mij aan, die drie paar. En van schrik, die begon te lachen, hoor.
En weg. En de remmen reed heel langzaam door. En toen konden we weer ademen. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ja. Maar dat was hetzelfde geld. Het is een van de vele anekdotes die Truus me kan vertellen. Ze heeft haar hele leven nog scherp voor de geest. En nu dus bijna 100 jaar op aarde. En dat terwijl ze vorig jaar nog in een verpleeghuis zat. Ja, want u woont hier. Ja. Op uzelf. Ja, en dat is best bijzonder. Wel gevochten hoor. Want ik ben de laatste 2 jaar in allerlei tehuizen geweest. Allemaal tijdelijk vanwege ziektes en dit en dat. En toen kon ik niks meer. Ja, als je dan niks meer kunt, dan ben je blij dat ze je helpen. Maar zo gauw als ik weer op kon krabbelen met de hulp van de zusters, hè, want dan zaten ze me aan te moedigen van, oh, doe nog maar even de 4-daagse loop. Moest ik weer leren lopen en alles. En dan ben ik klaar, na 4 maanden, al de vastgezeten. Ik voelde net ook in de cel zat. Maar ja? Ze waren ontzettend lief hoor, de behandeling was goed, het lag aan mij. Ik kon niet weg vanwege mijn darmziekte. Moest altijd de wc in de buurt hebben. Altijd. Truus werd thuis feestelijk onthaald door vrienden en familie. Want wie had gedacht dat ze met haar 99 jaar nog weer zelfstandig thuis zou kunnen wonen? Oh god, heerlijk. Oh, wat was ik blij dat ik hier kwam. Alles. Ja? Ik zeg alles. Ik zeg, het kost moeite, maar het is nog net. Het glas is nog net half, iets meer dan half vol. Ja? Wat ook bijzonder is, haar stralende lach is volledig naturel. Truus bezoekt nog regelmatig de tandarts. Goed zie. U heeft al bijna 100 jaar dezelfde tanden. Die zijn ook al, hoe oud ben ik? 100, die zijn ook al 100 jaar. Ja. Maar dat is bijzonder. Nou, veel hebben niet, sommigen wel, hè. Ja. Zijn er niet veel. En wat zegt de tandarts dan? Ja, ik dacht dat hij ze ging trekken en dat was wat afgebroken. Ik zei, dokter, wat doet u toch eigenlijk al door? Ik zag wat flikken. Ja, zei hij, ik ben aan het vullen. Ik zeg, aan het vullen? Ik dacht dat u ze zou trekken. Nee, zegt hij, die gaan we mooi, de wortel is nog goed, we gaan hem mooi weer vullen. Wat gaat er door u heen als u uw man zo weer ziet? Leuk, dan zie ik die dag zo weer. Kan ik me zo weer herinneren, alles wie ernaast waren, wat we praten, wie er binnenkwam. Ja? Ja. Ja, erg leuk. Mooi leven. En heeft u nog ergens spijt van gehad in de afgelopen 100 jaar? Nee. Nee, ik neem de dingen zoals ze komen. En daar richt ik me naar, wat er dan nog over is, wat je ervan maken kunt. Er is altijd nog wel iets zoals nu hier, dat ik hier gelukkig mee ben. Het is maar waar je gelukkig mee bent. En dat heeft iedereen op zijn eigen manier.